Wij roepen vanavond hun namen en herdenken met hen al die andere Joodse burgers van Winterswijk die vermoord werden. Mathilde Rosette Schwartz. Zij werd 8 jaar. Robert Louis Schwartz. Hij werd 4 jaar. Philip Schwartz. En ik heb eigenlijk altijd het gevoel gehad dat goed herdenken niet gaat zonder een betrokkenheid op de toekomst. Anders ben je alleen maar opnieuw aan het denken. En waar een goede herdenking op gericht is, is om onszelf de vraag te stellen. Wij die hier zitten als levenden, wat er te doen staat. Mensen veiligheid geven, niet voldoende om ze vrede en vrijheid te geven. Vrede en veiligheid, het tweede en derde trefwoord van mijn inleiding, zijn meer dan de veiligheid van het dag in dag uit moeten verblijven in een kamp, zonder dat er toekomstperspectief is. Meneer Isbrien, uw toespraak begon u met een zin. Die luiden, goed herdenken gaat niet zonder betrokkenheid op de toekomst. En u eindigde bijna met de zin, mensen veiligheid bieden is niet voldoende om ze ook vrede en vrijheid te geven. En zou je kunnen zeggen dat daarmee de verbinding ligt tussen wat er 70 jaar geleden gebeurd is en wat er nu gebeurt? In zekere zin, maar ik ben altijd heel voorzichtig met het trekken van historische parallellen en het maken van vergelijkingen. Dus laten we vooral ons realiseren dat de diepe ellende die met het nationaal socialisme en de Holocaust over Europa en het Europese Jodendom is gekomen, dat iets is waar we geen vergelijkingen mee moeten trekken, omdat dat altijd valse vergelijkingen zijn. Maar wat we ons wel mogen realiseren is dat er ook nu een taak is om waakzaam te zijn als mensen gelijkwaardige bescherming, kansen om in vrijheid een toekomst voor hun kinderen te ontwikkelen wordt ontzegd. En dat gebeurt op de ene plaats in de wereld met de ene ideologie en op de andere plaats in de wereld met de andere ideologie. Die waarde voor ieder mens van kunnen leven zoals hij of zij is, die is wat we door alle tijden heen overeind moeten proberen te houden. U zei ook dat u zich eigenlijk niet meer met de politiek wilt bezighouden, maar u ontkwam toch niet aan een opmerking over de discussie bed, bad en brood in het licht van wat u zojuist heeft gezegd. Heb ik dat goed? Nee, daar ontkomen we niet aan. Ik ben bovendien jurist en bezig met de rechten van de mensen. En een van de vragen die er is, is wat het betekent dat de Raad van Europa in het comité van ministers, met inbegrip van de Nederlandse vertegenwoordiger, dit standpunt heeft ingenomen. Nu, er is geen verplichting, en die zou er ook niet kunnen zijn, om iedereen die hier is, illegaal of niet, dezelfde rechten en dezelfde bescherming te geven als degene die hier mogen zijn en de aanspraken hebben als staatsburgers of als beschermde vluchtelingen of andere mensen die hier mogen verblijven. Dat gaat niet. Maar daar staat niet tegenover, het is geen zwart-wit tegenstelling, dat er noodsituaties kunnen zijn en soms zijn waarin je uitwegen moet proberen te vinden voor de mensen die het aangaat. En ik hoop dan ook dat men, ongeacht welke politieke partij men is toegedaan, zoiets zal onderkennen. En zal zien dat er natuurlijk een begeleiding naar terugkeer moet kunnen plaatsvinden wanneer een verzoek om verblijf hier is afgewezen. Als dat mogelijk is. Dat er in, of zolang dat niet kan, een mensonwaardige situatie moet worden voorkomen. En daarover gaat het bij noodvoorzieningen voor bed, bad en brood. En tegelijkertijd, voor de mensen die teruggaan, het is niet alleen een kwestie van ze een document verschaffen en een vliegticket. Het betekent ook dat er op een of andere manier maatwerk moet zijn om mensen enig perspectief voor de toekomst helpen te vinden.